het zo zeggen. Hey. Shoo, de podcast. Shoo. Jongens, vandaag hebben we een speciale episode. Deze episode staat in het mom van vrouwen. We gaan vrouwen Let's vandaag poweren. Let's cheers on cheers that, man. Cheers on that, baby. Vandaag doen we een podcast in samenwerking met Fierce. Fierce is opgezet door Sophia van Wijk. Mm-hmm. En die is... Mm-hmm. That's my girl. En die zal ik vandaag ook even het woord geven. So. Hoi. Fierce is een vrouwenplatform. Wij ondersteunen professionals, maar ook we doen aan talentontwikkeling. En ja, ik belde Do op. Ik zeg, Do, wij moeten samenwerken. Het is International Women's Day, 8 maart. Ja. Laten we dit gaan doen, man. Hell yeah. En waar staat, kun je misschien de luisteraar een beetje uitleggen waar Fierce echt voor staat? Vrouwen empowerment. Mm. Ja. En hoe ben je erop gekomen, Sof? Dat is natuurlijk ook een hele insteek waarom we eigenlijk hier zitten en dit nu allemaal mogelijk is gemaakt. Ja, maar dat is mijn pad. Dat is je pad? Ja, mijn pad. Dat is interessant. Ja, want ik ben een vrouw natuurlijk. Mm. En ik weet als geen ander waar zij doorheen zijn gegaan. Ja. En ik dacht, nou weet je, ik kan het voorkomen. Of in ieder geval andere vrouwen daarbij helpen. Om niet dezelfde weg te hoeven bewandelen. Mm. Ja. Ja. En daarom zitten we nu hier. Give it up for Sof, man. Pow. I like that. Yes. En Sof en Aida zijn natuurlijk terugkerende gasten. Die hebben al eerder een episode gedaan in Shoe the Podcast. Welkom, mm-hmm. Welkom. Thank you. Superleuk om jullie hier weer te mogen ontmoeten. Ja, echt amazing. Thanks for having us. Ja, sowieso. Dus make some noise for Aida, man! Gelijk zo, hè? En daarnaast heb ik natuurlijk ook Sanna's tegenover me. Wagwan. Wagwan. Make some noise for Sanna's, man! Hey, superleuk om jullie hier te ontvangen in Shoe the Podcast. Vandaag gaan we het hebben over de powervrouwen die we hier eigenlijk allemaal aan tafel hebben. Mm-hmm. En elke powervrouw zal zijn verhaal doen, waar hij vandaan komt, wat hij meemaakt, welke struggles er zijn, welke leuke dingen er natuurlijk ook zijn. Dus vandaag staat echt voor wij als vrouw. Mm-hmm. Aida, jij wil wat zeggen? Je kijkt naar mij en je wil wat zeggen. Nee, ik ben benieuwd naar je vraag. Intrigerend. Ja, ze zit al de hele tijd tussen zich af te vragen. Wat zal er op die vragenlijst staan? Wat gaat er een vraag worden? Ik weet niks. Ja, nou ja, ik zag al het papiertje liggen. Ik dacht, nee, ik ga het niet lezen. Ja. Ik wil gewoon dat mijn reacties puur zijn. Ja. Niet een beetje voorbedacht. Ja. Dus ik dacht, ik laat het gewoon lekker op me afkomen. Ik voel me altijd heel erg op mijn gemak met jullie. Dus Nice, dat moet het ook zijn, man. Ja. Sanna's. Nieuw is je de podcast. Ja, ik vind het spannend. Ja? Blij dat je maar also comfortable. Ik ben gewoon echt comfortable. Ja, man. Let's cheers on that. Let's cheers on that, babes. I like that. Yeah. Gaan we een paar jaar worden. Hey Sanna's, jij komt natuurlijk ook van... je hebt een hele journey eigenlijk ook meegemaakt. Je staat natuurlijk bekend, althans voor ons... en het mag nu hier ook getoond worden in Shoe the Podcast... voor... een programmeur die je natuurlijk jarenlang hebt gedaan. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk voor Jimmy ook best wel veel gedaan. Voor ADE. Ja. Je bent een vrouw. Ja. Je bent super powerful ergens. En je hebt een pad eigenlijk bewandeld. En ik ben eigenlijk heel benieuwd om jouw verhaal te horen hierin. Hoe is het voor jou begonnen, man? Ik ben nu bijna 33. Dus ik denk dat het nu bijna wel... 11 jaar geleden is dat ik zeg maar vanuit mijn studie stage ging lopen bij een organisatie dat heette Mother Music. En dat was van Hitmeister D en zo. En dat was, it was way back in the days. Ja. Ik was de boekingsassistent, dus daar was ik voor aangenomen. Maar ik ging altijd mee als promotor, toch? Ik was zeg maar die flyer meid die gewoon overal ging flyeren. Ja. En altijd die hype meid overal. En ik viel ook heel erg goed met de boys altijd. Dus ik was altijd... En die hele agency was alleen maar vol met boys. En er zat één chick tussen, Rachel Green. En op een gegeven moment ben ik heel erg in haar gaan investeren. Zeg maar mijn tijd en zo. Waardoor ik dus in een boekingsagentrol kon gaan springen. Ja. Alleen dat deed ik, dat ging allemaal wel goed en dat was wel prima. Toen kreeg ik een aanbod bij de Jimmy Woo. Wacht even, dus je hebt vanuit die hele hype meid, heb je dus nu, dacht je van, weet je wat,
ik ga gewoon Rachel Green onder me nemen. Nee, zij hebben mij gevraagd om boekingsassistent te worden. Dus ik ging eerst als stage ging ik daar gewoon zitten. Ja. Maar zij zat er dus bij. En als enige vrouw ook, zeg maar, tussen 24 mannen. Mm, wow. Ja, wow. En zij was, zeg maar, zij deed elektronische muziek. Of eclectic was dat, yeah, zeg maar toen, weet je wel. Dat, yeah, was die standaard shit. En, maar zij zei op een gegeven moment op één dag tegen mij, we wipeden zo goed met elkaar. Ze zei van, bro, ik wil grime shit doen, man. Yeah. Ik wil bass shit doen. Yeah. Ik zei, oké. ik weet er niks van, maar let's go get it. Ja, hard. En toen hebben we eigenlijk samen helemaal die markt opengebroken hier in Nederland. Toen was er echt een tijdje dat op een gegeven moment... Kijk, het was alleen UK, UK grime, ja, bass, zeg maar. Ja. Dat beats was allemaal gaande. Alleen zij zei van, ja, ik wil gewoon beats, man. Ik wil gewoon harde shit gaan maken. Ja. Dus, okay, dus we hebben helemaal gereprofiled eigenlijk. En hebben we zo samenwerking aangaan met de industrie, met clubs. En vooral underground dingen hebben we veel gedaan. Ja. I loved it. Vooral om met haar samen te werken. We toerden ook heel erg veel. Maar toen, toen ben ik op een gegeven moment weggegaan met Modern Music. En toen heb ik, ben ik de programmeur geworden van de Jimmy Woo. Ja. Yeah. Dat was ook een best wel een hele interessante tijd. Waar er ook heel veel mannen waren die vooral heel erg tegen mij werkten. Ook vooral niet serieus namen. Maar welke zin? Nou, de organisatoren die zeg maar bij de Jimmy Woo zaten. Die respecteerden me allemaal wel. Maar niet genoeg om zeg maar... Serieus, hoe merkte, nee, je, ja, dat? Nou, merkte je dat heel erg? Op? Mijn negeren in meetings of de managers bellen in plaats van mij bellen, zodat ik de programmeur was. Nee. En ik werd altijd heel erg nog in de underdog-achtige vibe neergezet. Mm-hmm. En ik moest me altijd naar voren drukken. Altijd moest ik gewoon laten weten van ik ben hier. En ik ging daardoor, werd ik ook... Ja, hoe zou ik het zeggen, zelf wat grimmiger van, weet je. Op, ja, een gegeven moment moet je gewoon veel harder gaan worden dan dat je eigenlijk wil zijn, wat je wil. Ruggengraat. Ja, je moest op een gegeven moment echt ruggengraat gaan bouwen. Schrijf lustiger ook. Ja, man. En ik, dat heeft ook echt wel een tol op mij uitgeleefd, zeg maar. Dat het, ik werd op een gegeven moment echt bitchy. Mm-hmm. En was je dat eerst niet? Nee, maar ik ben super welcoming en open. Ja. En vooral, ik heb een hele moederlijke sfeer ook, weet je wel. Ja. Dus Ik was de mama van Leidseplein. Ja. Zo, ja, noemden ze mij. Maar wacht even, Hoe werd jij mama van Leidseplein? Omdat ik, zeg maar, toen ik nog bij Modern Music zat, hadden we een collectief, was de Nachtbrakers. En, ja, de Nachtbrakers, ja, ik weet niet, mijn rol was boekingsagent. Dus op een gegeven moment kom je dan eigenlijk al heel snel in een moederlijke rol terecht. Ja. Waar je dus cater to your children eigenlijk. Dus je regelt hun brood. Ja. Toch? Ja. Dus ik ging gewoon die hele rol aannemen. En it just went rapid fire, ging het gewoon zo bij Leidseplein. Toen werd ik mama van Leidseplein. Ja, oké, mama van Leidseplein. Boom. Ja, en I loved it. En ik vond het ook leuk. Maar ja, er heeft gewoon, er zijn mooie momenten geweest. Maar er is ook heel veel darkness gewoon eraan geweest, weet, ja, je. En waar je op een gegeven moment ook vooral mee te maken hebt. De mensen waar je mee te maken hebt. Mensen die zich voor... Vriendjespolitiek is heel groot in Amsterdam. En dan moet je ook gewoon je weg in kunnen banen. En, ja, nou, toen heb ik van 2015 tot 2018 heb ik bij de Jimmy gewerkt. En toen op een gegeven moment wou Jimmy een andere kant op gaan. En dat kwam ook heel rauw op mijn dak ook. Het was ook ineens heel bizar, zeg maar, voorgeschoteld met kerst. Werd ik neergezet en zeiden ze van, joh, we willen een andere hoek ingaan. We willen een andere... Een soort van 2017 volgens mij ging net de Chin Chin Club open. En ik denk dat we eigenlijk daar allemaal wel een beetje van weten dat het best wel een witte club is. Mm-hmm. En encore. Iedereen weet dat ervan, inderdaad. Ja. Volgens mij is they don't shy away from it either. Maar goed, dat is prima. Dat is een eigen ding. Alleen, ik merkte daarin is dat de Jimmy Woo ook heel erg graag wou dat het publiek van de Chin Chin Club naar de Jimmy kwam. Oh. Yeah. En ik heb daar vaak ook over gehad. Ik bedoel, ik ben best wel een strategisch persoon. Dus ik probeer op het veld ook mee te gaan kijken van waar is de vraag? Waar zijn we naar op zoek? En zo heb ik ook altijd geprogrammeerd. Alleen toen was in december 2017 volgens mij, met kerst, werd ik gezeten dat ze zeiden van, ja, we willen een ander netwerk aangaan voor de Jimmy Woo. Ik zei, wat? Ik zei, als je een nieuw netwerk wil hebben, dan... kan ik op zoek gaan naar het nieuwe netwerk. Ik bedoel, that's my job, basically. Kan het je bieden, ja. Ja, ik kan het je bieden. Maar er was al, zeg maar... ze waren al maanden bezig om mij, zeg maar, eruit te krijgen. Ja. But like,
they wanted to do it respectfully. Ja. En ik heb eigenlijk nooit over gesproken. Ik heb ook nooit een vies woord ook over gezegd. Ook, want ik vind ook niet dat er een vies woord over hoeft te zeggen. Dat is een keuze geweest. Mm. Alleen, ja, dat was voor mij zeg maar ergens wel een breekpunt. Mm. Want nadat ik, dat zo, toen zat ik er zeg maar ongeveer 5-6 jaar in. En ik heb snoeihard gewerkt voor echt weinig geld. Ja. Yeah. Echt weinig geld. Omdat het je passie is. Het was mijn passie en ik geloofde erin. Mijn ouders waren niet zwaar tegen, maar die zeiden elke keer van je moet stabiliteit hebben. Je moet een plek hebben. Weet je, gewoon dat. Ja, ja. Ja. En ik geloofde gewoon in wat ik deed. En ik wou er ook gewoon voor gaan. Maar op een gegeven moment was dat punt gekomen. Ik had een goede overdracht gedaan op een gegeven moment ook naar de Jimmy Wood. Ik had geen keus, maar ik heb netjes achtergelaten. Had ik niet gedaan? Nee, dat snap ik. En maar ik mezelf kennende weet ik gewoon van... Mm. Dit gaat me uiteindelijk later benefitten. Ja. Ja, snap je wat ik zeg? Ja. Want als ik hier nu een grudge over ga houden... Ik heb wel een lange grudge gehouden... maar als ik hier nu zuur over ga doen... dan gaat het me later in mijn reet bijten. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd... ik ga een goede overdracht doen. Die hele kill heeft het gewoon sowieso verpest. De hele programmering lag er een maand later uit. Mm-hmm. En weet je, gewoon prima. Maar niet. Alleen toen... Dat is juist lekker. Ja, hij heeft het opgefokt. Ja. Dat is ook zo. Ja. Ik werd ook gebeld door organisatoren die ook tegen mij zeiden van... Vakka, waar ben je? Ja, ja. Maar toen op een gegeven moment... Kijk, je moet beseffen dat je 5 jaar... Wat kwam er op je pad? Een burn-out. Oh. Ja, je bent heel blij. Maar girl, I was down. Want weet je wat er gebeurt? Is dat als jij 5 jaar lang de center of attention bent geweest... rondom de boekingen van anderen. Je bent eigenlijk gewoon de persoon die brood levert. Yeah. Plus je bent de organisator geweest van een club. Je bent altijd aangewezen. Je bent 5 jaar lang niet op vakantie geweest. Nergens naartoe gaan. Je bent altijd aangewezen. Omdat als jij ook maar 1 keer eruit zou stappen... iedereen zou je vergeten. Yeah. If you snooze, you lose type of culture. Maar denk, toen in. Denk jij dat dat te maken heeft... dat het verschil is tussen een vrouw en een man? 1000%. Want zoals ik al zei... ik werd sowieso al 5 jaar lang niet serieus genomen. Maar wel gewoon gerespecteerd. Yeah. Niemand zei het ook echt straight up in mijn face. Maar je voelde het. Yeah. Je voelde het in de meetings. Je voelde gewoon dat ik dan met iemand zit... en ik ga zijn naam zeker niet noemen... maar ik zat er dan ook in een meeting... en dat hij me gewoon niet eens aankeek. Terwijl het gewoon letterlijk een gesprek was tussen mij en hem. Ja, maar hij weet en jij weet en dat is die shoe. Dat is sowieso. En weet je, en dat is uiteindelijk zijn keuze geweest... en dat moet hij ook lekker zelf weten. Maar er zijn zoveel meer andere mannen geweest... die het gewoon nooit serieus hebben genomen. Ja. Maar toen kwam ik dus op een gegeven moment in de burn-out terecht. Want wat gebeurde er? Je bent continu aangeweest en ineens ben je uit... Ja. En dan hoor je niks. Ja. Niemand belt je. Je komt in een gat. Ja. Niemand belt je. Je mailbox is niet meer pop-in. Je WhatsApp gaat niet meer over. Niks. Ja. Want ze hebben je niet nodig. Ze hebben me niet nodig. Ja. En dan op een gegeven moment kom je op dat punt... dat jij denkt van... holy shit, ik ben altijd nodig. Dus ik ben ineens niet meer nodig. En dan gaat je gedachten overnemen. True. Mijn gedachten nam over. Ik kreeg darkness in mij. Ik sloot me op. Ik ging mijn bed niet meer uit. Ik kon niet eens meer douchen. Mijn vriend moest mij mijn bed halen om me onder de douche te zetten. Anders douchte ik gewoon 5 dagen. Ik was helemaal eraf. Ja. Niet zozeer om het feit van dat de Jimmy Woo me aan de kant had gezet. Maar meer gewoon om het feit van dat ik niks meer betekende. Ja, ja. En eens poef, ineens weg. Dus toen heb ik eigenlijk, denk ik, 4 jaar lang heel veel andere dingen gedaan. Behalve muziek. I was terrified to go back. Ja. Terrified to go back. Ook omdat we, zeg maar, in 2018 een beetje een hele rare era leefden van muziek, vond ik ook. Weet je, het was een met DJ's vooral een hele hitjes makende DJ's. €50, weet je, niemand betaalde meer. Gastenlijstcultuur was hoog. Ja. Niemand verdiende eigenlijk. Niemand verdiende geld. Klopt. En de labels wel. Alleen de labels natuurlijk, de labels wel. Sof is aan het woord, hè? Ja. De labels wel. Jawel. Ja. En toen op een gegeven moment heb ik... ik heb echt jobs gedaan dat ik echt dacht van... why the hell would you here? Maar it was my journey, though. Yeah. It was my journey to do that. En kijk waar je nu staat. Hè. Kijk. En dat is wat ik dus wel op terugkomen. Mm-hmm. Is dat als ik de zuur had gedaan met die overdracht... had ik nu niet hier kunnen zitten. In mijn, en ik denk dat als mijn humbleness saved me. Yeah. Yeah. Make some noise for that, man. En dat is ook een reden dat wij elkaar hebben ontmoet. Ja. Kijk hoe mooi het eigenlijk is. Maar dat is, besef dat. Dus vorig jaar heb ik dus mijn comeback in de industrie gemaakt bij ADE. Mm. En dat is ook ineens met rapid fire gaan, want het was nog midden in de pandemie. Maar je gaat al te snel, hè? Oh. Ik wil van die Shu eigenlijk weten, hoe ben je daar gekomen? Want er is een pad die je bewandelt eigenlijk daar naartoe.
Ik ben 4 jaar eruit geweest. Ik heb voor excessive therapy gehad. Ik heb voor Randstad gewerkt als recruiter. Na 3 weken gelijk ontslagen ook. Because like I had an opinion. En ik was niet voor die corporate life. En toen heb ik nog zeg maar voor een stichting gewerkt. Dat was het ook niet. Toen ben ik in loondienst gegaan. Was het ook niet. I was just like really finding. I was hating every bit and step of the way. Yeah. Voor 4 jaar van het werk dat ik deed. Maar ik was wel heel erg at peace in mijn hoofd. Ik begreep mezelf gewoon steeds meer beter. Ik ging me steeds meer verder ontdekken over wat ik persoonlijk moest ontwikkelen. Ik ben met burn-out dankbaar. Yeah. Yeah. Ik ben hem ontzettend dankbaar. En heel veel mensen zeggen altijd van waarom wens je een burn-out op iedereen? Want ik denk dat mensen soms veel te snel gaan. Yeah. And they don't know how to be humble in some way. Yeah. En soms moet je ook weer weten. Je wordt toch gepressured door society om ook snel te gaan ook. Hè? Ik bedoel, 100%. Ja, dit is echt een speed dat is ongehoord gewoon. Dus ik ben gewoon eigenlijk helemaal gecenterd terug naar mezelf. En toen op een gegeven moment was het vorig jaar januari volgens mij. Februari denk ik ergens. Nee, maart zelfs. Dat ineens een vacature bij ADE kwam. Ja. En ik zei op een gegeven moment een vriendin van mij. Ik zei, je moet me helpen schrijven. Ja. Toen zei ze van, oké, is goed. Ze hebben helemaal geschreven. Ze was copywriter, dus dat was voor me opgeschreven. En ik had een video opgenomen. Ik had een sollicitatievideo gemaakt. Ik heb op LinkedIn gedropt, alles. Okay. Maar ook echt gewoon high professional shit. Hè? Gewoon like, ik heb productiehuis gebeld. Zou dat naar Daan Hettinga? Daan Hettinga, hij is degene die wel echt mijn voorsprong heeft gegeven. Hij heeft me ook gepusht om het te posten. Want ik heb het op laten nemen. Hij heeft het een week later aangeleverd. Ik heb 3 maanden niet aangeraakt. Oh. Okay, ik durfde niet. Maar mag ik weten wat je eerste zin was? Was het... Hi. Welkom, ik ben Mijn eerste scène, ik ga het jullie laten zien ook. Ik had een foto van mezelf, mijn schoolfoto, van toen ik 8 was. Yeah. Die hield ik zo vast. En het eerste openingsshot was... Nee, wat zei ik nou? Wacht even, ik zei iets. Het openingsshot was, wij hebben een droom. En dat was zeg maar like, de jongere ik en dan ik zelf nu. En dat was de shot. En dat is dope. Het is zo super. Het is 1,5 minuut met alleen maar like, gewoon crazy. Yeah. Ik zelf, maar dan serieus. Yeah. En met de dagoe lopen. Maar gewoon confident. Gewoon confident. Yeah, like, I know what I was doing. Mag even je? Met een dagoe lopen. Ja, gewoon met de hond. Ik was geen man. Nee, niet geen man. Stel je voor. Helemaal een lijn. Hij doet dominatrix. Weet je dat heel veel mensen dat van mij verwachten? Ja, maar daar wilde ik ook eigenlijk heen gaan. Ik voel die vibe van een beetje bij, hoor. Ja. Ja? Ja. Nou, you know, you goddamn right it is. Ik doe. Maar ik heb het op een gegeven moment op LinkedIn gegooid. It blew up. Mensen benaderden mij. Yo, we willen met je werken, la. Het was like super overwhelming op een gegeven moment. Maar toen kwam AD. Toen voelde je wel gehoord. Ja, ik voelde me ineens gehoord. Want ik was zo bang om het te posten. Maar like, besef, ik heb 4 jaar lang een veer geleefd. En dat ik op een gegeven moment mezelf weer out there moest gooien. Yeah. Want er hangt ook natuurlijk een hele grote schaamte aan van, oké, gaan mensen mij serieus nemen? Weet ik niet. Laat maar goed corona happen. En iedereen werd ineens Deliveroo driver en zo. Like, iedereen moest iets doen to survive. And that's just what you do as a human being. Yeah. Ik denk dat het eigenlijk ook ergens heel erg goed is geweest dat we allemaal teruggeschopt zijn naar reality. Natuurlijk. Elke DJ wou op een gegeven moment gewoon de next best thing zijn. Maar niemand wou die 9-to-5 doen. Klopt. Toch? Dus ik moest dan zeg maar pushen voor boekingen. Zodat jij €150 betaald kreeg. Zodat jij je huur nog kon betalen. Yeah. But you don't like really reflect on wat je eigenlijk hebt. Je bent niet eens strategisch mee bezig. Ja, ja. Zodat je dan die nummer 1 DJ wordt. Dat word je niet. You need to put in the work. The world's different. Nou goed, uiteindelijk kwam ADE en basically was het dat filmpje voor hun dat het gewoon deed. Het popte, ja. Het popte en ze zeiden van ja, that's why it was. En toen op een gegeven moment aan de slag gegaan bij ADE en that fucking changed my life. That moment right there changed my boom, life. Boom, 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 boom. Yeah. En toen? En hoe voel je je nu? Fucking incredible. Yeah, yes. I feel all fucking top of the world right now. Ja, yeah. En het is, en het komt ook allemaal naar me toe, want kijk, met ADE, het platform zelf, het zijn echt amazing mensen. Het is ook ADE heeft trouwens ook een heel kantoor vol met vrouwen. Ze hebben allemaal vrouwen aangenomen. Oh, no. And they really, really did well on that. Alleen miste ik maar nog een beetje... Maar met kleur?
Nou ja, ik en een andere meisje waren zeg maar van kleur niet echt heel erg veel. Ik vond het al een stap in de juiste richting. Ja, 100%. Ik denk dat heel veel mensen daar gewoon nog allemaal aan het idee moeten gaan wennen. I don't know. Ik zou het meteen erop springen, maar prima, dat is al good. Weet je, we take it one step at a time. Yeah. Dus daar alleen maar vrouwen. Dus ik was daar heel erg blij mee. De sfeer was goed, weet je wel. En everybody was respectful. En iedereen was gestructureerd. En like plans en al die dingen. En wat ik vooral heb gemerkt in mijn tijd met ADE is hoe emotioneel mannen zijn. Vertel. Ja, nu ga ik je zuur vertellen. Is dat als je, zeg maar, als festivalmanager ga je dus vooral op zoek naar locaties die zeg maar zich bij willen sluiten bij ADE. En wij hebben, ik ben dan dus de tussenpersoon zeg maar voor de club en voor ADE. Dan zeg maar, okay. Dat is basically what the story is. En maar ze moeten ook dingen aanleveren. Als jij een officiële ADE-locatie wordt, dan moet je spullen aanleveren. Je moet dingen invullen, je evenementen invullen. Wie staat op je line-up, zodat we dat ook mee kunnen nemen op onze website. Ja. Als ik naar vrouwelijke programmeurs stuurde, dat waren er niet zo heel erg veel, maar shout-out naar al deze women. Ik kreeg keurig netjes Excel-sheets, mooi opgezette dingen, PDF, alles. Van alles wat ik van hun had nodig had, kreeg ik keurig netjes. Ook binnen de tijd dat ik het nodig had. De mannen raakten compleet in paniek. Compleet in paniek. Ik stuur een mail. Dit is wat ik nodig heb. En dit is wat er moet gebeuren. En ook nog een kort mailtje ook. Hè? Yeah, gewoon van, just to make it dummy proof. Ze belden allemaal in paniek. Dat ze dus niet wisten van, hoe moet ik inloggen? Hoe moet ik dat? Oké, let's wind it back. What's going on? Wat is het probleem? Yeah. En dan ging ik met hun drie keer er doorheen. En dan keek ze van, oké, dus in principe alles wat in de mail stond, heb ik je nu gewoon persoonlijk uitgelegd. What happened? Ja, nou, ik ben ook gewoon in een stress. Ik zeg, ik ben ook in een stress. Ik heb 125 locaties waar ik mee bezig moet zijn. Dus ik ben nu met jou bezig om, wat in principe gewoon kidproof is, te regelen. Om te regelen. En daar heb ik zo de emotie. Dat was zeg maar mijn les. Dat ik dacht van, vrouwen hebben echt hun shit together. Yeah. Because not only we pregnant, we are blowing up in life. We zijn ondertussen nog aan het koken. We halen de kinderen op. We zijn voor onze man aan het zorgen. We zijn dit aan het doen. We zijn alles aan het doen. Right. Maar ondertussen zijn we allemaal kalm. Yeah. We zijn allemaal kalm. Dan heb je de audacity om te vertellen dat ik een emotioneel wezen ben. Like, what happened to you? Audacity! Yeah. I cannot! Yeah. I cannot! En yeah. Het pist me af gewoon. Want dan denk ik van, ik moet dan helemaal in jouw stressbubbel gaan zitten. Terwijl dat ik gewoon kalm ben. Ik heb het gewoon allemaal geregeld. Ik heb mijn shit gedaan. All you have to do is voor één clubje programmering aanleveren. Yeah. Ik moet 125 doen. Well, like, snap je? Ja, ik heb precies eigenlijk jouw verhaal. Maar dit was in een andere context. Ja. Dus het was gewoon letterlijk hetzelfde dat iemand ook tegen mij zei, je reageert emotioneel. Oh. Ja. En dan was het van, ik reageer niet emotioneel. Ik reageer zakelijk. Ja. Ik denk dat de emoties bij jou nu hoog liggen. Omdat jij heel veel ervaart nu stress tot het iets kleins ging. Yeah. Let's get it straight, hè? Ja, maar het is makkelijk toch? Om het is makkelijk om te verschuiven. Oh, nee, maar dit is toch de go-to wat een man zegt. Je bent emotioneel. Ja. Oké, maar wat kunnen we hieraan doen? Want we zijn hier ook voor oplossingen. Nou, ik vind het eigenlijk gewoon triest. Omdat het is triest. Kijk, want wij hebben geleerd dat om onze emoties te uiten. Mm. Bij mannen wordt het vaak onderdrukt. Ja. En ik vind het eigenlijk triest dat mannen zich niet vrij voelen om hun emoties te uiten. Mm. Dus op dat wanneer die emoties te hoog worden, dan gaan ze maar dingen roepen. Zoals, je reageert emotioneel. Ja. Ja. Like, bitch, ik ben blij dat ik emoties heb. Ja. Ja. Dat allereerst. Ja. Maar los van dat, weet je, het is gewoon een soort van vluchtgedrag. Weet je, ze zoeken een uitweg. Ze raken in paniek. Maar dat is het. Het is paniek. Wat gaan we zeggen? Wat gaan we hierop doen? Hoe gaan we hierop reageren? Ja. En dan is het gewoon gewoon kalm van, ik vind het heel vervelend dat jij je op deze manier zo voelt. Ik reageer nu zakelijk. Dit is wat we nu gaan doen. Maar daar moet je ook verder niet van afstappen. Want dat is niet de oplossing is therapy. Go to therapy. No, for real. Go to therapy. Ja. Wat doe je hiermee te stressen? Go to therapy. Stress je psycholoog. Ja. Ga en kom terug correct. Ja. Want ja. Ik benader jou correct. Ik benader je zakelijk. I'm treating you as a human being. Ja. I'm actually doing more than that. Om naar je zeggen van, hey, doe rustig. Laten we samen. Ja. Like, we're both. Like, I am doing the most work. Ja. Maar het enige wat jij doet is schreeuwen en paniekvoetbal gaat gooien. Over dat. Like, jij bent emotioneel. Ja. Bro. Therapy, oké? Ja. Ga naar therapy. Go figure your shit out and then come back to it. Want dan kunnen we allemaal verder. Maar
wat Aida zegt. Ze zijn onderdrukt in hun emoties, because that's how they grew up. Klopt. En dat is dus ja, één ding waar wij nu... Precies, niet huilen. Ballen. Don't be a pussy. Vrouwen pushen het ook, zeg maar, heel erg vaak op mannen. Waardoor zij dus ook een hele afkeer hebben naar vrouwen toe. Dus ze zich alpha male gaan opstellen. Girl, bye. Echt, not today. Maar er zijn dus heel veel vrouwen die dat dus wel pushen op hun. Maar het is dan aan jezelf. Op een gegeven moment worden ze 30. En dan denk je, oké, everybody moved on. En ik zit hier nog opgekropt mijn jointje te roken. En boos te zijn op de wereld. En dat ik een alpha man moet zijn. Ja. But like, that's when the moment dat je moet gaan groeien. Je groei moet ergens. En dat kwam voor mannen heel veel later. Ik heb ook wel gesprekken met mannen van nu, van 24. Die dus echt gewoon zeggen die van... Die gewoon echt ouder in ze gedrag. Zijn veel ouder in gedrag. Ja. Ze zeggen gewoon letterlijk, I just want to have a good conversation. Ja. What? Maar je ziet gewoon echt een verschuiving. Is dat veel meer? Kijk, voorheen generatie. Ja, dus de generatie. Kijk, vroeger toen ik naar de middelbare school ging, had je altijd, je had labels. Dus je had de gothics, je had de skaters, noem maar op. Ja. Ja. En daar is nu zo'n verandering in. Het is nu allemaal, iedereen is hetzelfde. Bijna. Weet je, dat is het. En je ziet het ook in fashion. Je ziet verschillende stijlen terug. Klopt. Veel meer mannen, die tonen hun femininity. Ja. Weet je, je ziet het ook bijvoorbeeld bij heel veel artiesten. Die komen er ook voor uit. Dus het wordt geaccepteerd. Klopt. En soms heb ik echt gewoon gesprekken met mannen die gewoon boven de 30 zijn. En dat ik soms denk, jij klaagt zoveel. Ja, je klaagt heel veel. Ik vind het gewoon triest. Ja. Weet je, wees wat gelukkiger met jezelf in het leven. Want je bent al wat ouder, weet je. Het is niet erg. En dan komt gewoon een jong guy van 24, 22 en... Die is zo happy. Open. En die is open. En die zegt van, hey, als iemand zegt nee, van, hey, is al goed, man. Dus in principe kan je zeggen, de nieuwe generatie gaat al wat beter. Het gaat beter. Ja, maar die oude generatie is er natuurlijk nog steeds. Ja. Ja, en dus die moeten dan geholpen worden, toch? Ja. Nou, ik denk dat de jonge generatie vooral mij heeft geholpen, ook in mijn wokeness. Ik heb de jongere generatie genodigd. Kijk, wij zijn de millennials. Ja. Die dus zeg maar de tussendeur zijn van de babyboomers en de generatie die na ons komt. Klopt. Wij gaan die shit niet veranderen. Wij gaan niks doen. Wij gaan gewoon onze gesprekken voeren. Wij gaan luisteren en wij nemen dit mee naar onze kinderen toe. Wij gaan hun aanleren. Maar wij gaan de verandering niet maken. Jullie kinderen gaan de veranderingen maken. So they're gonna be the change of the whole thing. Maar wij zijn wel die tussenin die van... Kijk, ik kom ook uit een omgeving waar superveel racisme was. En dat gewoon normaal was of dat ik gecatcalled werd op straat. Waar ben je opgegroeid? In Friesland. Maar ik ben Iraans. Oh, ja, beide ouders zijn Iraans. Ja. En ik ben ook heel Iraans. Zeg maar zo van bloed ook. Mijn bloed lekker is man. Echt Persian Pride. Ja, ja, lekker man. En ik was ook 18. Ik ging gelijk ook weg uit Leeuwarden. Ja. Ik ging weg. Ja. I didn't want to be there. Want het was. Ik wist niet. Gewoon, I'm not for this. Ja. En dus op een gegeven moment, ik vond het al heel erg dat er heel erg veel racisme was. Maar I just didn't know how to place it. En catcallen, ja, was normaal. Want als iemand mij niet catcallt, dan ben ik niet knap genoeg. Weet je wel, dat was, weet je nog, dat was zeg maar die era van dat die bouwvakkers je dan gingen chanten. En dan en dat je dan dacht van, oh, I look good today. En dat was jouw bevestiging? Man. Ja. Nee, kijk, toevallig, ik heb het hier laatst over gehad, is dat heel vaak vrienden van mij, of weet je, ook vrouwelijke vriendinnen zeggen van, ja, dan word je zo'n nageroep op de straat. En dan zeg ik, ja, lekker man. En dan zijn ze echt in de war. Zijn ze echt in de war? Luister, een vriendin van mij... Want ik Krijnes in je hoge flats. Ja. Ze chillden daar altijd beneden. Als ik even een downer had... Ging je daar? Slopen. Want je hoort van, doe dat was jouw therapy. Toen dacht ik, ja man. Dankjewel. Ja, maar eigenlijk weet je heel vaak zeggen met, oh, heel intimiderend. Het was eigenlijk, ze roepen ook, ze gooien complimenten. Kijk, sommigen zijn nasty, dus je moet ook gewoon je grens aangeven. Maar het deed me soms wel eens goed dat ik dacht van, iemand geeft me compliment. Thanks, man. Ja. Weet je, soms had je dat gewoon ook nodig. Want we zetten heel veel druk op onszelf. En toen dacht ik, iemand zegt, ik heb een spanger sanka. Ja, man, dankjewel. Maar ik ga weer even onder de douche, want ik mijn tanden ga poetsen, ga ik weer even die squat zetten. Ja, maar dus wacht even. Dus wacht even. Dus jij doet squats onder de douche? 100% elke dag. Oké. Echt? Ja, ik heb een keer met jou gebeld dat je aan het douchen was. Deed jij dat? Met die tandenborstel, die koude diep in je mond. Je hele tong eruit. Ja, maar je moet je tong poetsen. Ja, sowieso. Maar ik denk dat catcallen van onze generatie zo genormaliseerd is dat het dus een bevestiging is voor ons. Maar toen een nieuwe generatie kwam van...
nou, dat is echt niet oké. Toen dacht ik ineens, nee, ik ben er ook eigenlijk helemaal niet comfortabel mee. Want het topje wat ik nu bijvoorbeeld aan heb, girl, I would die als ik op straat loop. En ik word meteen gechant, gewoon direct. Ja, je tetten zitten er goed in, meid. Ja. We see you. Laat me dat even zeggen, jongens. Maar het wordt continu gewoon, en ik wil dat jullie me hypen. Yeah. Maar ik wil niet dat een man überhaupt naar durft te kijken. Maar hoezo niet? Because it makes me uncomfortable. Want dan denk ik van, fuck, dan moet ik weer cover up. En, omdat ik ook wel uit, zeg maar, een Iraanse omgeving kom, zeg maar, waar ik ook echt beschermd moet zijn van mijn lichaam. Niet per se dat mijn ouders heel erg van de, je moet bedekt zijn, helemaal niet zelfs. Maar ja, mijn vader voelt zich ook oncomfortabel als ik, zeg maar, zo'n top aan heb. Dat vindt hij niet prettig. Nee. Dus ik heb altijd in mijn hoofd, dat loopt altijd in mijn hoofd rond, dat ik dan toch, dit is te provocative. Ja, ja, ja. Snap je? Kijk, weet je, ik denk dat er ook een verschil is, want je hebt natuurlijk ook heel erg heftig gehad met die, weet je, met de abusers en de, weet je, de Instagram page en wat er nu allemaal ook allemaal gaande is. Mm. Is dat op een gegeven moment, ik denk dat het wel echt bij jezelf ligt dat je een bepaalde grens moet aangeven. Ja, 100%. Zeker. Want niemand krijgt hier een les over. Wat is wel goed en wat is niet goed? Dat is zo waar. En voornamelijk in de muziekindustrie, weet je, wij hebben beide kanten gezien. We hebben gezien wat vrouwen ook doen. Mm. We hebben gezien wat mannen ook doen, weet je. Dus nu zijn we constant aan het bashen, die cancel culture. Ja. Maar soms denk ik bij, laten we even een stap terugnemen en kijken, wat is wel goed en wat is niet goed? En dat maar is ook, gewoon echt bij jezelf, wat je grenzen is. Dat denk ik ook van jezelf. Kijk, weet je wat het ook is? Je hebt verschillende soorten type mensen, natuurlijk op social media ook. Ja. Je hebt iemand die misschien all time all naked bijna is. En je hebt iemand die, zoals ik, die dat misschien niet post of dat niet laat zien. Ik krijg misschien 80 likes. Word ik daar gelukkig van? Luister, ik ben wie ik ben. Snap je? Ja. Iemand anders die denkt, wacht, ik moet zo'n foto maken, omdat ik daar misschien duizenden likes op krijg, toch? Ja. Maar by the end of the day, wat wil je zelf hoe mensen je zien? Mm. Snap je wat ik bedoel? Waar ik heen ga? Ja, maar dat is die pressure nu. Want wat je nu echt heel erg hebt, is dat, vooral met TikTok ook. Ja, gewoon TikTok, social media, weet je. Ik denk dat je het nu ook al ziet in de generatie, natuurlijk ook met je dochter zo. Mm-hmm. Weet je, alles is gericht op social media en het perfecte plaatje. Ja. Daarom, ik dacht er toevallig nog net aan, is dat ik loef bijvoorbeeld wat Kanye had gepost. Is dat er honderden Kim Kardashians zijn, maar er is maar één Kanye. Ja. Waarom? Iedereen lijkt nu op een Kardashian of een Kylie Jenner of noem maar op. Omdat dat is gewoon die brainwash van, hoe moeten we eruit zien als vrouw? Weet je, hoe moeten we ons gedragen? Hoe moeten we poseren? En het is zo jammer. Vroeger was BBL niet normaal. Nu is het normaal. Het is nu gewoon normaal, weet je? En dan, ja, maar ook nu uit de mode. Het gaat nu naar skinny season weer. Ja? Dat is nu de nieuwe hype. Ja, het is echt heel heftig. Wij doen niet mee. Dan Kardashian heeft hier ook haar hele kont laten shrinken. Ja, BBL is uit. Maar ik vraag me, het is even een vraag naar jullie. Ja. Ik weet dat jullie host zijn, weet je toch? Ik voel deze vraag. Wat zei je? Ja. Ja. Aida neemt gewoon weer de rol. Ja, maar dat is, zouden jullie wat willen veranderen aan je lichaam? Nee. Nee. Ik ben wie ik ben en ik ben zo geboren en ik ben daar trots op, man. Ja, ik heb hard gewerkt om op tot acceptatie te komen. Yeah. En ik zou het voor mijzelf, zou ik het beledigend vinden naar mijn ouders om iets te veranderen aan mezelf. Want hun hebben mij zo gemaakt. Ik vind het echt mooi, heel mooi dat je dat zegt. Ja, en ik ben het helemaal mentaal mee eens. Ja. Nee, laat me niet zeggen, ja, ik weet niet, een groot grens. Kijk, maar toch in mijn onbewustzijn heeft het toch effect op mij wat er, eigenlijk wat het zogenaamde perfecte plaatje is, wat nog steeds niemand weet, is dat, weet je, ik embrace my curves, weet je, ik weet, ik ben gewoon een volle vrouw, ik vind mezelf totaal niet lelijk, maar toch in mijn mind denk ik, ik heb grote benen. Maar ik zou je armen, vertellen waar dat alleen af van mij. Weet je, dus soms denk ik wel, moet ik dan toch iets doen? En het is meer gewoon een doubt. Ik zou het niet doen, want ik hou van mezelf. En dat heeft echt, dat was een lange, lange reis die ik moest doorstaan. Mm. Maar toch, het heeft toch, ik wil het niet zeggen, maar het heeft toch wel semi een soort maar van ik denk dat het helemaal niet heel raar is, Aida. Want in alle eerlijkheid, hoe ik het heb ervaren, cis white men hebben mij echt getraumatiseerd door mijn gewicht. Witte mannen hebben mij echt getraumatiseerd door mijn gewicht. Ze hebben mij getreiterd erom. Ze hebben me uitgescholden voor alles wat ik was. En terwijl dat ik gewoon like living my life and just being me, happy. Yeah. En dat is wat telt, hè. En dat heb ik jou al vaker gezegd. Ook in de vorige podcast zei ik dat tegen jou. Als ik jou zie, ik word blij. Ik word blij. Ja, en dat is hetgene wat telt. Want jij bent een mooi persoon. Ja. Nee, en ik sta er nu ook helemaal achter. Daarom altijd als ik... Nee, maar it's not easy. Maar daarom wil ik dat wel nog benadrukken, dat het niet makkelijk is.
Maar ik heb wel niet zo dat elke ochtend dat ik opsta, denk ik, het wordt vandaag een mooie dag. Mm. Dit is wat ik vandaag ga doen en dit is wat ik weer vandaag ga bereiken. En elke dag ga ik een stap omhoog en elke dag heb ik steeds meer zelfliefde. Daar ben ik heel trots op. En ik hoop dat ik, ik wil dit ook bewust zeggen tijdens deze podcast, zodat meer vrouwen, jonge meisjes dit ook kunnen zien van, ja man. Weet je, misschien sommige mensen kunnen over me praten, wat ik post op mijn socials of whatever. Weet je, ik heb wel eerder commentaar gehad, maar I don't give a fuck. Ja. Ik ben wie ik ben en ik ben blij met mezelf. En het zegt ook zoveel over hun als ze er iets over zeggen. Wat vinden jullie van jullie zelf? Alles. Oeh! Nee, for real, want ik weet dat er zeg maar mensen zijn die altijd zeggen van, ik moet één ding noemen. Nee, oké, één ding is everything. Ja. Eén ding voor mij is everything. Want waarom moet ik één specifiek ding zeggen over dat mooier is? I'm all the way beautiful. Zeker. Er is één ding wat ik heb gezien. That changed my fucking life. Ja. Wat ik dus vertelde over dat witte mannen me echt getreiterd hebben en echt me een kutgevoel hebben gegeven over mijn lichaam. Toen dat op een gegeven moment werk, toch? Nee, werk, daten, liefde, whatever, weet je wel. Van op een gegeven moment, dikke vrouwen waren gewoon een secret fantasy dat heel veel mannen wouden hebben. Dus we werden heel vaak gebruikt voor seks. En we've just been sexualized, gewoon op die manier. Maar dan vooral aan de kant gezet worden, want je wil niet worden gezien met een dikke vrouw. Dus op een gegeven moment, daar kwam mijn onzekerheid vandaan, maar ik maskeerde dat allemaal. Ik gaf er geen aandacht aan, maar thuis kwam ik huilen. Ik kwam voor de spiegel stond ik te huilen. Ja. Toen heb ik één filmpje gezien. Nu komt het. Ik kwam een filmpje tegen van iemand, ik weet niet hoe, maar ik niet het te kan, maar deze persoon lag op haar doodbed, sterfbed. Yeah. En de persoon die het filmde, die zei op een gegeven moment van, like, if you have one regret, like, if you look back on your life, like, what would it be? En het antwoord, meestal wat mensen zeggen, is dan, hey, I wish I was nicer to my daughter, of whatever. Deze vrouw zei, I wish I wasn't insecure my entire life, because I missed out on shit. Ja, yeah, man. Ja. En toen dacht ik, ik krijg nu ook gewoon een kippenvel als ik aan denk. Toen dacht ik, you better not think dat ik 80 ben en dat ik op mijn bed lig en dat ik niet heb geleefd omdat ik wat paar kilo's zwaarder ben dan de average ass bitch. Doe normaal. Yeah. I'ma live my life. En toen, well, I said what I said. Nee, maar dat had ik dus ook. Ik had altijd wel heel erg onzeker over mijn gewicht. En ik heb ook misschien wel drastische keuzes daarin gemaakt, waar ik eigenlijk nog steeds achterstaan, want dus je maakt goed, gewoon is je prima, reis, is snap voor je? Jou, ja. Maar eigenlijk sinds ik meer heb geaccepteerd als wie ik ben ik gaan groeien, man. En het is ook openness. En het voelt zo fijn. Ik heb het ook echt wel vaak over, ook met Sof, en weet je, ook over onzekerheden, en dat blijft. En dat je hebt is, niks is te verbergen. Prima. Niks! Maar ik ben gewoon zo blij met wie ik ben als persoon nu. Ja. En zolang ik daarachter sta, en het maakt niet uit wat voor mening mensen hebben, I don't give a fuck. Nee. Zolang ik achter mezelf sta, ik ben het gelukkigste mens. Daarom, ik sta elke dag op met een glimlach en life is good. Let's cheers on that. Ja, zo is het. Woo! Ik denk ook zeg maar dat zelfverzekerdheid heel belangrijk is in het behalen van succes. Mm. Ja. Weet je, de mensen die succesvol zijn, zijn heel zelfverzekerd. Ja, zeker. Daar wil ik even op inhaken eigenlijk. Sof en Aida hebben natuurlijk een eigen bookingsagency, custom made agency, waar ze natuurlijk verschillende soorten artiesten. Ja, incredible. Managementkantoor. Echt incredible. Ja, yes. Managementkantoor. Sorry, Sof is me aan het. Ja. You better get checked. Maar goed, het zijn natuurlijk twee goede en grote powervrouwen die we natuurlijk ook naast ons hebben, die wel heel veel met mannen te maken hebben en ook eigenlijk mannen managen. Want hoe zou het dan eigenlijk voor die mannen zijn dat ze door een vrouw gemanagement worden, wat normaal eigenlijk een man is? They dus, love it. Dus voor jullie, denk ik, is het ook eigenlijk wel echt iets moois. Dat jullie... Ik geniet er zo erg van. Ja, hè? Vertel, Aida. Nou ja, ik hou van mannen. Ik hou eigenlijk van alle mensen. Laat me daar voorop stellen. Maar ik ben altijd zeg maar een beetje die tomboy geweest vroeger. Ja, ja. En natuurlijk, ik vind het ook leuk om me mooi aan te kleden. En weet je, een film met mijn vrouwelijke kant laten zien. Maar ja, wat is de definitie van vrouwelijke kant ook? Ja. Maar ik vibe gewoon heel goed met mannen. Ja. En dat hoeft niet altijd te betekenen dat ik iets met die mannen moet hebben. Helemaal niet zelfs. Ik heb eigenlijk grotendeels, als ik kijk naar mijn vriendengroep, ken ik alleen maar mannen. Ja, ik ook. Heel vaak, weet je, was het al van, Aida neemt meids mee. Dan denk ik, nee, maar ik neem boys mee. Ja. Ik heb geen meid. Ja, ik ook. Maar dat is bij mij ook zo vragen gesteld. En dan denk ik, ik heb ze niet, man. Nee. Omdat gewoon, ik vibe gewoon echt met ze. En ik ben lekker mezelf. Weet je, ik leer heel veel van Sof. En
ja, we zijn gewoon aan het genieten en aan het groeien. En, ja, is amazing. En ik werk echt met passie en met liefde. En ik ben, ja. En jij, Sof? Voor jou dan, want jij bent natuurlijk vanaf jongs af aan ben je al eigenlijk met mannen bezig. Mm-hmm. Je zit in een management mannen. Je hebt mannen natuurlijk heel lang gemanaged, eigenlijk bijna alleen maar. En toen kwam een vrouw. Dus voor jou was dat toen wel, denk ik, wat anders. Vrouw. Ik was daar heel blij mee. Ja? Ja. Weet je, de vrouwen die in de... Ik heb het ook echt gepusht vanaf het begin 2012 mm-hmm. al. Toen eigenlijk op dat moment nog niemand met die artiest wilde werken. Met Latifa was dat. Ja. Heb ik dat echt gepusht? Ik vond haar vanaf het begin af aan gewoon echt al dope. Ja, man, ze is ook dope. Maar als je er ontdekt, of hoe is het gegaan eigenlijk? Nee, ik heb haar niet... Joe heeft er volgens mij... Ontdekt? Ja, ik durf... Ja, dat weet ik niet precies wie haar heeft ontdekt. Maar ik heb haar in 2012 ontmoet. Oké. Okay. En toen vond ik het direct hard. Ja. Weet je, ik had zoiets van, nee, maar zij is echt hard. Mm. Ja, ja. Maar het leek wel alsof niemand het zag of zo. Ik weet het niet. Of dat ze het alles wilde blokken. Ik weet niet wat er zeg maar daar gebeurde. Maar niemand stond er echt open voor om haar te supporten. Dus ik heb haar gewoon altijd dicht bij me gehouden. En 2016 waren we toen de samenwerking aangegaan. Ja, is toch hard. Dat, ja, ze gewoon wel, dat je wel gewoon die vrouwen die platform geeft. Weet je. Het is best wel moeilijk, denk ik. Het was heel moeilijk in die tijd. Ja. Want het geloof was er gewoon nog niet. Nee. Nou, en especially... Black women. Ja, ja ook. 100%. En dan vooral volgens mij heeft zij, en dan pin me er niet op vast, heeft zij het zwaarste gehad gewoon van alle vrouwelijke rappers in 100%. Nederland. Heeft zij als, maar ook als dark-skinned black woman ben je gewoon niet geaccepteerd in de maatschappij. En dat is zo zonde, want ze is zo incredibly talented. Zij is de greatest. Ik krijg kippenvel van deze vrouw, you would not even believe. Ja. En dan denk ik en mensen zijn gewoon nog steeds, mensen gaan nog steeds niet klaar en voor de zijn. En mannen, dus, zeg maar, hoe ze dan naar ons of naar mij altijd hebben gekeken, zeg maar, als vrouwelijke manager, dat bedoel je toch? Ja. Ja, ik denk niet dat ze in het begin, dat weet je, het is in het begin word je niet geaccepteerd, gerespecteerd, zeg maar. Ja. Je moet echt succesverhalen hebben. Ja. Je moet met een rugtas komen van, hé, dit heb ik gedaan. Ja. Ja. Maar bij mannen is het makkelijk en die kan gewoon zeggen, ik ben nu, dit. Kijk, nu is het nu weten zij dat ik weet hoe het moet, zeg maar. Mm. Ja. Maar in het begin was het best wel lastig, want niet iedereen heeft vertrouwen natuurlijk. Ja. Weet je, je bent een vrouw, kan ze dat wel, is een mannenwereld. En op dat moment waren er helemaal geen mannelijke programmeurs. Dus. Ja. Mm. Je hebt het waargemaakt, zo. We zitten nu hier dankzij jou, man. Ja, sowieso. Echt, shout-out naar dat, because that's beautiful. Heb je ook dan wel eens, wat ik heel vaak kreeg altijd als ik ging toeren, dat ik de vriendin was van... Oh my god. Ja, like, ik denk dat ik dat echt like the worst one ever vond. Ja. Like, dan sta ik daar. Maar niet alleen die hoor. Ik heb ook gehad... Ben jij de moeder? Ben jij de tante? Nee. Ben jij de vriendin? Of ik heb deze gehad... jullie zijn toch... Nee. Alsof het niet kan ook gewoon. Nee, het is gewoon niet mogelijk. Letterlijk, alle artiesten is wel van... heb je er geslagen? Nee, maar dat is toch het is belachelijk. Ja. Het is belachelijk, het is triest. Maar we zijn nu hier en we zijn nu hier om de vrouwen te poweren. Ja. En ik ben blij dat we dit met elkaar kunnen bespreken sowieso. Ja, man. Sanas, je hele journey is eigenlijk, heb je net verteld, en je bent nu geëindigd bij het hiphophuis. Leg me uit, wat is er daar nu aan de hand? Wat ben je daar aan het doen? Ik ben nu aangenomen bij het hiphophuis om de structuur aan te brengen op hun producties. Ze willen zich nu veel meer gaan professionaliseren voor de culture. Ze bestaan al 20 jaar. Het is echt by far one of the most incredible organizations ever. In Rotterdam, toch? In Rotterdam, het was een dansschool inderdaad, maar they do way more than that. Spoken word, DJ-lessen, weet je wel. Het is een center ook voor kids om te komen, ook voor mental health, weet je wel. Kids en mental health. Ja, zeg maar, je wordt als kinderen vooral welkom geheten om jezelf te zijn en om jezelf te expressen. Okay. En te develop yourself into wie jij wil zijn later, waar je in je eigen omgeving helemaal geen kans voor krijgt. Yeah. En het hiphophuis is een plek voor kansen. En we alignden gewoon ontzettend goed met elkaar over onze beliefs en onze normen en waarden. Want hiphop heeft mij natuurlijk ook gewoon op heel veel vlakken geholpen te navigeren in mijn eigen identiteit. Dus dat was heel erg mooi. En ze hadden op een gegeven moment een plek open voor bedrijfsleider. En daar was ik voor uitgenodigd. Mm-hmm. Alleen bedrijfsleider houdt vooral ook heel erg in dat je met alleen kantoordingen bezig bent. En niet zozeer op het creatieve vlak zit. En wat ik dus zo mooi vind aan het hiphophuis is dat ze gingen meedenken. Want ze vonden mij dope. Maar ze wouden meedenken van wat voor positie past wel bij haar. Oh ja. En toen kwamen ze met... Dus je werd gehoord. Ja, dus ik werd gehoord. Yeah.
En zij zijn ook echt van equal pay. Hè? Ze staan er ook gewoon echt op. They think about everybody. Iedereen wordt ook gewoon betaald. Als jij uitgenodigd wordt voor een podcast of voor iets dan ook. You get your coin. Yeah. Because they support people. Ja, hard. Dus dat is hard. Alleen de organisatie is een people organisatie. En het heeft gewoon professionalisering nodig. En dat vind ik ook echt good for them. Want de hip-hop cultuur wordt niet serieus genomen. De hip-hop cultuur wordt door niemand eigenlijk serieus genomen. Omdat mensen denken van ja, you know, like the black people in the back of zo, weet je wel. En yeah, yeah, like whatever, we doen dat wel. En we zien ze vanzelf wel eens een keer. Maar niet, en dat zei ze op een gegeven moment ook echt van mensen verwachten gewoon niet eens dat wij goede koffie zouden hebben. Ja. Gewoon echt gewoon een heel simpel klein dingetje. Een heel klein dingetje. Ja. En dan denk ik van, you know what, let's make that change. Mm-hmm. You know, let's make a change. Dus ik ben nu vooral bezig aan... You want a latte? You want a latte? You want a latte with a little chai chai? a little dash of oat milk. Maar dat... dus ik ben hun nu vooral aan het helpen aan het met het professionaliseren van de organisatie. Dus, breng je ook verandering aan? Dus? Ja, vooral intern. Ja. Dus, kijk, diversiteit zorg je de over? Diversiteit is er al. Het is diversiteit. Het is they only think about black people. And they only think about how to portray more black people. Especially black women. En dat is gewoon echt het mooiste wat er is. Ze hebben Black Femme Sunday. Ik ken dat niet. Nee, en dit is heel grappig. Heel veel Amsterdammers kennen dus niks van het hiphophuis. Ja, ik ken wel wat van het hiphophuis. Ik ken dat niet. Maar heel veel mensen kennen het niet in Amsterdam. Nee. Maar Rotterdam is het een fenomeen. Dat is waar Winne ook gewoon bijvoorbeeld zit. He like grew up there, weet je wel. Ja. Heel veel artiesten komen vanuit het hiphophuis. En ik denk dat... dat ze met die kracht die zij nu hebben, dat zij dus nu echt toe zijn aan professionaliseren. Dus er is ook een heel groot programmeringsteam aangenomen. Oh. Marketingteam zit erin. Like, they want to do it. Like, they are believing ze willen wat doen. Ze willen wat doen. Want ze hebben de change, because it is diverse. The diversity is daar. Yeah, yeah. I don't even think there's any white people there. Oh. Als in het team, nee. Volgens mij is het ook gewoon echt divers. Oké. Okay. En het is super mooi om te zien. Het is welcoming. Het is people. Het is open. Het is hartelijk. Dat het dan divers is. Dat is eigenlijk. Nee. Volgens mij zijn er geen witte meer. Ja, het is echt divers. Er is dus eigenlijk meer diversiteit in wat mensen doen. Dus de ene doet een podcast. Ja. De andere die doet is DJ. Misschien zijn er zelfs mensen die acteren. Dat is meer. Maar het is ook vooral van if you have an idea, they back you up. Ja, dat ook. Sanne, wat kunnen wij van jou verwachten in de toekomst nu? On top of the fucking world, like for real. Ik ben nu vooral in mijn element in de genre, de afro house en de afro beats en dat soort dingen. Dat heb ik ontwikkeld in mijn ADE-tijd. Yeah. Ik heb daarmee een eigen agency geopend. Like sporadisch, ik dacht op een gegeven moment, ADE wouden ineens heel veel artiesten met me samenwerken. I panicked. I was like, oké, wat moet ik doen? Like, iedereen wil samenwerken. I want it, maar ik durfde niet. Yeah. Want dat heb ik ook heel vaak, is dat ik dan heel snel ingetogen dan raak. Maar wat je kan verwachten is dat ik nu bezig ga met, vooral op internationaal vlak. Hard. En dat ik nu ook met artiesten bezig wil gaan die, I just want to bring people together. Dus ik denk dat er zoveel talenten over de hele wereld, en ik ben zoveel in contact ook met mensen over de hele wereld. And I just want to bring everybody together. To create some shit. Yeah. Leuk. En niet zo afgebakend te zijn op wat we hier kennen en zijn. There's so many too much talent out there. En ik zie ze. En ik voel ze. En ik wil ze dat platform geven. Dope. Dus definitely will forever be a freelancer. Ik zou nooit voor een baas meer willen werken. En ik hoop dat die agency gewoon incredibly gaat groeien. Hard. Ja. Ik support je, man. Ja, ik support jullie ook. Ja. We supporten jullie allemaal. Ja, ja man. Ja. I appreciate that. Sanas. Hey. Bedankt voor je komst. Dank jullie wel. Heel erg bedankt, vrouwen. Ik vind echt, like, I'm in awe of you all. Ik vind jullie... boeiend leuk verhaal, echt waar. Dank je wel. Maar jullie energie is ook incredible, man. I just want to be surrounded by it daily. Echt waar. Like, I appreciate you all. Echt. Dank je wel, dankjewel voor deze uitnodiging. Dank je wel. Nou, shoot the podcast met Sanas en Aida. Yes, sir. Ski. Yes, sir. Wow. Ja, dat is op een gegeven moment gewoon. Dat zijn die schelpen.